Dit is de vulling van de tortelli. Normalmente metto ricotta, questa volta ho messo cacio ricotta fresco. Normaal gesproken is dat ricotta. Speck. Rosmarino, salvia, semi di finocchio, rucola. Sali. Semi di finocchio, rucola. Fenkelzaad, rucola. Tagliata, ma puoi mettere quello che hai, quello che la stagione ti dà, le bietole. Snijbiet, spinazie. Quello che la stagione. Tritato finissimo, heel perché fijn, è crudo. Finissimo fijn, perché non deve rompere l'impasto del tortello, omdat quindi polvere. De tortelli gaat anders stuk, hè? Die is een dun deeg, dun pasta deeg gemaakt. En dus die in questo moet heel fijn zijn. Ho messo nocciole. Mm-hmm. Oh, ma noci zit hier ook. Metto anche noci, solitamente, mm-hmm. E anche mandorle. Okay. Normaal gesproken doen ze er ook noot, walnoten in en amandelen. È giusto per cambiare questa volta. Sì. Aglio chiaro. Flock. E poi cosa c'è? Peperoncino. Yeah. E formaggio grana che non l'ho ancora messo, lo metto adesso. E nu gaat er parmezaanse kaas ook bij. Che così mi hai fatto fare. Bene, ha fatto bene. Ne moet nog een extra blok ricotta bij. No. Ik doe er nu nog een eierdooier door. Om het smeuïger te maken. Voor de tortelli maak je dus eerst het deeg. En, ik heb een kilo meel genomen van grano duro. En daar net zoveel eieren aan toegevoegd tot je het kan kneden. En het een goede kneedbare massa wordt. Goed deeg is. Daar heeft Anna toen met de pastamachine plakjes van gemaakt. En daarna uitgerold tot lappen heel dun deeg. En daar vierkantjes van gesneden. En daarin gaat de vulling. En dan wordt het op die manier, met die vulling wordt fout ze dat tot tortelli. En die worden gekookt in bouillon. Eigenlijk altijd. En soms doe je er dan een sausje bij van bijvoorbeeld olijfolie en salie. Waar je salie even hebt gefrituurd. Of ze worden met de bouillon gegeten, wat ook heel lekker is. Dit is een tortello. Die vorm is ontstaan, zegt de legende, dat een kok die in een rijke vrouw was ingehuurd, al door het sleutelgat naar haar keek terwijl ze zich verkleedde en haar navel bestudeerde. En daar komt deze vorm vandaan. Gnocchi's zijn eigenlijk soort aardappelballetjes die net als pasta in kokend water worden gekookt. Daarvoor kook je eerst de aardappelen. Die met een speciale aardappelknijper maak je er een soort puree van. Die puree maakt Anna dan, die vult ze dan aan met meel. Daar maakt ze een gnocchi van. En de gnocchi worden het best gegeten met een speciale saus. Die is gemaakt van saucijs, venkelzaad, kruidnagel, salie, knoflook, rozemarijn, rode wijn. Dat is het. Voor de saus wordt de saucijs uit zijn velletje gehaald. En gewoon eigenlijk als gehakt, gebraden. En daar gaat dan bij eerst knoflook. Dan de kruiden, dat is nootmuskaat, kruidnagel, venkelzaad en dan rode wijn en helemaal aan het eind tomatensaus. De gnocchi worden gekookt. A questa latta bollente. Allora, li metto. Gekookt water met lentamente, perché altrimenti ti scotti. Non li devi lanciare tutti. Je moet ze dus langzaam indoen. Se li lanci tutti si attaccano. Così lo fai lentamente. Eén voor één, want anders plakken ze aan elkaar vast. Maar quando. Adesso tu sai con la noce. Kijk, je ziet dat ze één voor één langzaam beginnen boven te drijven. En als ze allemaal ook boven drijven, zijn ze gaar. Questo sopra. Opla. Lentamente. Se ne parli. Ecco. Ecco. Allora l'altro. Een stuk of 10, 12 salieblaadjes. Hak ik een stuk. Zo, ruiken ze even. Ik zet een pannetje met een koperen pannetje met olie op het vuur. Ik ga de salie daarin frituren, maar het is een kwestie van seconden echt. En zodra het glazig begint te worden, is het klaar. En als je het 1 seconde langer laat koken, dan verbrandt het.
net krokant. Als de blaadjes doorzichtig beginnen te worden, is het klaar. Dan moet je meteen vuur uitzetten. Alles verbrand is. Nu. Ze zijn krokant. Ze zijn nu gaar. Ze hebben nu een minuut of 10 gekookt. En dan haal ik ze uit de bouillon. Ze even goed afgieten. Normaal gesproken gaat het weer vergieten. Maar... Questo quando si ha soltanto uno scolapasta, però. Nah.